Super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een andere video, heb ik een toys video voor jullie. Dit is een speelgoed video, zo van. Ik heb weer slijm gekocht. Ik heb slijm gekocht bij de Primark. En ik heb slijm gekocht bij de Action. Ik ben echt super benieuwd. Dus van dat, het lijkt net van dat zand. Maar het is dus echt slijm. Je moet er slijm mee maken. Ik weet niet hoe, precies hoe het werkt. Dus ja, dat ga ik gewoon proberen. En dus deze is hier mijn beetje slijm van de Primark. Ik laat eerst eens beginnen met de Zemamin slime. Er zitten dus van die pareltjes er zo in. Ik wil nog een keer zelf slijm gaan maken. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. En ja, ik weet niet als dat dit jaar nog gaat gebeuren. Ja, ik krijg dit ding nooit los. Oeh. Eww. Oh my god. Komen dus echt van die parels die zitten erin. Dus letterlijk. Ups, de pareltjes vallen eruit. Oh my god. Ups. En ja, de pareltjes die flikken er gewoon af. Dus die moet vast echt van de vloer afvegen. Dit is echt lekkere slijm. Maar ik zou het niet op de vloer laten vallen. Ik zou het echt op een tafel gaan doen. Maar dan met de placemats erop. Of een oud broodje zoals ik. Ik heb een oud bureau. Deze is totaal goede slijm. Oh, heerlijke slijm. Maar die pareltjes die blijven er echt niet goed aan zitten. Lekker kneden. En mijn handen die worden er gewoon zacht van. Echt goed voor je handen. Ja. Maar jongens en meisjes, nu ga ik beginnen met het andere slijm. Deze weet ik niet waar ik die in ga leggen. Ik denk in een potje of zo. Ik weet niet hoe deze slijm werkt. Ik heb er geen bal verstand van. Laat ik het gewoon uittesten. Ik hou van uittesten. Oh. En daar gaat de slijm. Je moet deze dus heel goed kneden. Het lijkt net op zand of zo van die zandbrokken. Deze moet je dus heel goed kneden. Wacht even. Nederlands. Sorry, ik kan niet goed. Dus ik ga nog even verder kneden totdat het echt een soort van slijm is. Ik pak ook even nog een andere stuk. Ik begin in kleine delen. Ik ben nogal iemand die niet geduld heeft. Het wil zo snel mogelijk moet het lukken. Maar zo werkt het niet altijd, hè? Kneden. Kijk, het lijkt al op slijm. Kan het al uit elkaar trekken? Oh, dit is echt super fijne slijm. Oh nee, hij is in de blubber gevallen. En ik moet deze blauwe slijm even ergens anders neerleggen.
Want we hadden nogal zoetje. Dit is echt de leukste slijm ever. Deze had je ook in blauw. En in rood. En in groen. En verdere kleuren weet ik niet meer. Maar ik vond geel wel leuker. Een beetje verschillend. Nou, wat moet ik nou met slijm, denken ze dan? Het is echt super fijne. Deze moet nog goed beter kneden. Die andere, die heb ik nog niet zo lang gekneed. En deze wel. En deze, die wil dan gewoon niet. Ik ga gewoon proberen in één keer zo'n hele bal. Ik denk niet dat het gaat lukken. Helemaal te gaan kneden. Wacht op het resultaat is zo. Dit soort video's vind ik gewoon leuk om te maken. Gewoon ja, wat anders dan die vlogs en die shoplogs video's. Springtouw. Oh god, ik spoor echt niet. Oh. Laten we voetbal van maken. Dat kan ook nog. Kijk. Verlie. Nou, ik heb de bal nou helemaal wel gehouden, hoe ik dat zeg. Ik bedoel, het hele grij, klei, slijm. En kijk als het wil. Het lijkt net op deeg. Ik ga pannenkoeken pakken. Oh nee, koekjes pakken, koekjes pakken. Of taart, appeltaart, reepjes. Oh. Kijk. Pizza deeg. Wel een beetje geel pizza deeg. Maar het begint op te lijken. Echt een aanrader deze slijm. Oh ja, het kost trouwens 4 euro. Volgens mij, ik weet niet meer zeker. Bij de Action. Dus ja. Nou, dit was het eigenlijk wel. Ik hoop dat jullie deze korte en krachtige video leuk vonden. Want ik vind het super leuk. Sorry. Zo ja, doe dan zeker een duim omhoog. En wil je nog niet geabonneerd, zeker doen. En altijd een reactie achterlaten, want dat vind ik altijd leuk. En zeker even reageren hoe je deze video leuk vond. En als je vaker van dit soort video's wil zien van mij, dan doe ik het heel graag. En ik vind het zelf ook heel erg leuk. Dus ja, zeker doen. Doei doei!